Nieuwsgierig en een tikkie eigenwijs. Mirjam, past dat bij de mensen hier op school? De leerlingen, moet ik dan zeggen. Ja, zeker. Ja, nou, mensen mag je ook zeggen. Ja, zeker. Ja, want het Stedelijk Gymnasium Arnhem is een school voor leerlingen die een uitdaging niet uit de weg gaan. En ze willen graag heel veel leren, nieuwe dingen leren. Niet alleen uit boeken, maar ook door dingen te doen. En dat helpt ze in hun ontwikkeling. En zo'n gymnasium is dan bij uitstek de plek om die uitdaging op te zoeken. Want de leerlingen krijgen alle vakken op VWO-niveau. Maar daarnaast ook nog twee klassieke talen, Latijn en Grieks. En die talen, dat zijn ja, toch wel wat ingewikkeldere talen. Maar die leren je wel heel erg systematisch denken. Dus je moet je voorstellen dat het meer een soort puzzeltjes oplossen is. Ja, en jezelf ontwikkelen, dat doe je dan ook het liefst in een omgeving waar je je op je gemak voelt. Waar je jezelf kunt zijn. En onze leerlingen geven ook terug dat ze dat ervaren bij ons op school. Dat komt ja, omdat ze dan ook inderdaad wat nieuwsgierig, wat eigenwijs, wat kritisch zijn. Maar dan kom ik toch weer terug op die docenten. Ook die docenten vinden het heel leuk om door dit soort leerlingen uitgedaagd te worden.